Yeah. Arthur! Gijs! Gijs, opstaan! Naar het raam is dan lekker slapen! Gijs, opstaan, de spijt is af! Kom, kom! Ja, we kunnen zeker zijn dat we thuis zijn. Kom op, opstaan! Ja. Ja. Weet je zeker dat kan je volwassen naar ben? Waarom eigenlijk, mam? Om er zeker van te zijn dat we op thuis zijn. Dan stappen ze de auto in en rijden naar de plaats van bestemming. Daar parkeren ze de auto en zijn twee van opa en oma. En daar zien ze een liedje. Voor Martin, die de hele tekst gemaakt heeft en het ook geregisseerd heeft. Nog even een opmerking achteraan. Al de stukjes en dingetjes die gedaan worden, of mijn Mieke daarvan. Harry, rot op! Geen feestdag. Ja? We krijgen nu de familie Smoke met het treffen voor de bingo. Goed. De volgende zullen het een en ander in de rond brengen. Dan kent de bingo kaarten. Ik denk dat iedereen bekend is met het bingo. Normaliter gaat het bingo met nummers. Alleen wij hebben besloten om niet met nummers te werken, maar met trefwoorden. Dat betekent dat eigenlijk voor iedereen achter het trefwoord een heel verhaal kan zitten.
voor de een zal dat een beetje minder zijn dan voor de ander. Ik kan nu reeds geloven dat het woord knor niet voorkomt. Dat is even voor de lijst. Jammer! Het is gewoon uit de... Als iedereen straks zo'n bingo kaart heeft, een stukje naar voren met je stoel, dan kunnen we daarna beginnen. Ja, okay. We hebben een aantal prijsjes. Kunnen ze er langs lopen? Bemachtigd. Daar kan je veel mee doen. Je kan het mee naar huis nemen. Je kan het ook op de avond zelf alvast voorbereiden. Ik zal het straks nog even herhalen dat iedereen een kaart heeft, maar de bovenste rij is de derde prijs. Dat rol je nummer 1. Ja? Rijk, heb je hem? Lolly nummer 1 is een ronde lijn, ronde lolly. 10 centimeter ongeveer. Tweede prijs, blijven we in de zoetigheid, is een tweede lolly. Meerdere kleurtjes, langwerpig. 20 centimeter bij 10 ongeveer. En de eerste prijs, de hele kaart, is een hele grote lolly. Na het buffet wat we net hebben gehad, denk ik niet dat iemand er in staat is om het hele ding op te krijgen. Ellen vraagt of iedereen voorzien is van een kaart. Zo niet, even melden. Dan heeft iedereen ook een potloodje of een pennetje of weet ik wat om het aan te krijgen. We gaan in eerste instantie spelen voor de bovenste rij. Dus van linksboven naar rechtsboven. Okay. Daar staan de vijf. Vijf tekstjes. Goed zo. Wat? Hij is goed zo. Neemt hij op? Ja. Als je ergens anders ziet te staan, niet op die bovenste rij, moet je het ook aanstrepen. Want de tweede prijs is dat je zowel de bovenste rij als de onderste rij hebt. Dus alles wat wij opnoemen en wat je op je kaartje hebt staan, moet je aanstrepen. We doen het niet snel. Er mag tussendoor gelachen of overlegd worden. In het midden staat 1940, 1990. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat dat eentje is die we gratis krijgen. Net zoals dit feest. Uiteindelijk hebben we het. We gaan. Ma legt het meestal zelf uit. Dus ik weet dat Ma nog een mop heeft die ze wil uitleggen. Dat moet ik nu vertellen. Of kunnen we beginnen, Ma? Ja? Oké. Okay. Iedereen klaar? We beginnen met een brommer. Brommer. Dat zoek je zelf maar uit welke zijn. Bingo! Liedje zingen! Ik weet niet wie een beslissing kan nemen over wat er moet gebeuren bij een valse bingo. Liedje zingen! Als we dat nu afspreken, dan is degene die dat net ziet vanaf heden de klok. Dus, tweede tekst is watergevecht. Vervolgens nummer 9, dat is Toorlas. Toorlas. De meisjesnaam van Ma, Doorlas. Voorburg, de huidige woonplaats van het Goudvaart. Neem die maar. Door. Kolenboer. Ook daar kunnen we 100 verhalen van vertellen. Wilderdijkstraat. Een mij onbekend fenomeen, maar Wilderdijkstraat zal vervelend betekenen.
Ik hoorde net dat mijn schoonmoeder daar als kind woonde. Ja, opa woonde daar. Wentelteefjes is de volgende. Ja, ik heb hem ook. Paviljoen Zoetermeer. We zullen er niet meer naartoe kunnen, want het is er niet meer. Wel, is er niet meer. Wilt u mij uit laten praten, maar niet meer op de plaats waar we vroeger naartoe gingen? Stuit je. Au, ja. Stuit je. Dit is vast een voorbereiding op je eigen bruiloft, Marjan. 78 jaar. Er schijnt iemand in ons midden te zijn die het leven heeft. Krapjes. Velen vervloeken het morgen vroeg. Er zijn er een aantal in traditie in als krapjes. Pukkie en Mukkie. De antwoord. Pukkie en Mukkie. Zangkoor. Zangkoor. Er is nog niemand die trek heeft in een lolly, begrijp ik. Niemand die boos rijdt. Nee. Weet je heus wel. Oma. Esther. Oma. Nee, ik heb opa. Ik heb het niet. Zou het anders? Zes is, dat weten jullie niet, maar dat is Goki. Ja, die zit in de buurt. Of Boki, of Goki, of... Ja. Hersenen. Ik weet niet of ik in het goede gezelschap ben daarvoor, maar hersenen schijnt toch iets met donders te maken te hebben. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb ook groot gehad. Ze zijn allemaal opgegeten, dus ik weet niet wat er over is. Vijftien... Kleinkinderen. 15 kleinkinderen. 7. Onze filmer van vanavond, Jurgen. En we gaan van het oudste kleinkind naar het jongste kleinkind. Heel goed. Annelies. Iets waar ma niet graag aan herinnerd wordt en wat ze niet hoopt dat terug zal komen. Ma, zeg maar. Het begin met een P, het eindigt op poliepjes. Ik weet niet of ze aan open dingen herinnerd worden. Wat we niet in de jel hebben gehoord, maar me herinneren, maar wel vaak gebeurt, Jatzee. Neem het niet kwalijk, neem het niet kwalijk. Criterion. Wat? Criterion. Wat we ook vanavond gegeten hebben is paling. Paling. Bingo, daar aan de rechterkant. Gaan we eens even kijken of de liedje wil zingen. Of dat ze het helemaal goed hebben. Annelies, dan gaan we eens even voor jou kijken. Jij hebt Wassenaar. Wassenaar. Oh, wat is dat moeilijk zoeken? Dat is nummer 12 bij ons. Ik hoop dat fout, anders ik Mieke niet zie. Koningboer is ook goed. 78 jaar, zo oud is opa. Zangkoor. Waar gaat het nu om? We zijn nog even bezig. Zangkoor is ook vast wel goed, ja. Is die lolly met kleurstof? En de paling is ook goed. Als je komt. Dat betekent dat Annelies in de derde prijs is. Nummer 1, de tweede prijs. Is voor iedereen die de bovenste en de onderste rij heeft.
die mag je terug. Anneliesje kan nog een prijs winnen, tuurlijk. Als het ook met die andere. Ook Ma heeft een bepaalde leeftijd bereikt. Oftewel 76 jaar. Ezel is het volgende trefwoord. Heeft iets te maken met het stuitje, wordt mij ingepluisterd. Ezel. Geschreven hier met een Griekse ei. Ik weet dat het niet goed is. Hele avonden zijn een beetje opgevallen. Van Remmen. We hebben er nog één in ons midden nu, geloof ik. Ja. Vind je genoeg? Te veel. Te veel. Van Remmen. Van Remmen, zei ik. Van Schaliskerk. Schaliskerk. En daar vlak in de buurt was de Hoytemastraat. Ik hoor nog niks van groot, dus niemand heeft op de bovenste en de onderste lijn. Of niemand heeft tegen een lolly, dat is een ander iets. Zet dan een plaats waar ons paar nog graag een keer toe zou willen, dacht ik. Zet dan. Heeft hij te maken met een kaartspel? Jokerig. Een van de honden was Tippy. Tippy. Ik hoorde Winko, maar ik hoorde het niet. Wie had Winko? Of jij je opleiding op Winko zeggen zijn? Je zei het niet dus. Leo wil zingen. Wil je zingen, Leo? Jij zet op Winko. Winko zingen. Geen jol, geen interactie, niks. Dan gaan we verder met de volgende. Het roofdier van Paal Lommers. Wit vechtje. Wit vechtje. Wat Pa altijd op had als hij de vuilnis en maar buiten zette. Hoed, niet oma, hoed. Hoed, hoed, zo'n ding. Met zo'n ding zitten. Hoed. Een andere werkgever van Pa, veel langer dacht ik, was Kerkhof. Leo, wil je die voor? Kerkhof. Het volgende trefwoord is het jaar waarin alles begon. Althans, dan lijkt het daar nu over hebben. 1940. Een van de dingen die daar vlakbij in de buurt zat en wat ook in het boekje staat van Tom was korrelvinken. Korrelvinken. Een advertentie staat er. Ja, dat is een naam, die kan ik niet uit mijn mond krijgen, maar het is Lommers. Lommers. Ja, sorry. Nee, nou, wel van, dus het is in verkeerd een beetje. Zoutarm. Zoutarm. En dat hoeft niet alleen Pa aan te strepen, als we dat hebben, mag iedereen dat aanstrepen. Tom, jij zei het een beetje voor, geloof ik. Wat altijd bij de familie Lommers was, was de zoete inval. Zoete inval. Ook op oudjaarsavond. Heel goed. Ik heb er vandaag vanmiddag gezien. Het is een van de buren of mensen uit de omgeving.
Schellart. Schellart. Moet bijna onmogelijk dat er niemand bingo heeft nu, de tweede prijs. Is die lolly niet aantrekkelijk genoeg of wil niemand risico lopen? Verkeerde dingen, dus dat doen we ook niet. We hebben de hele avond de tijd. Volgende. Wederom een van de buren, ik meen boven. Chandon. Chandon, die lange ja. Vervolgens, ik geloof dat Sjaak daar iets mee te maken had. Of Tom, broodplank. Broodplank. We hebben er vandaag geen behoefte aan gehad. Gevulde koeken. Gevulde koeken. De beginperiode van het huwelijk. De slechte tijd uit, niet mijn herinnering, maar van velen. Oorlog. Oorlog. Ook dat is iemand die in ons midden is en ik weet niet beter of ze was een hele goede vriendin van de familie. Tante Arnie. Vermazen. Ja, de snelle reactietest. Snelle reactietest. De onderste en de bovenste en ja, iedereen, niemand durft het te zeggen. Ik begrijp het niet. Misschien dat het fameuze spelletje bridge iets verbetering brengt. Bridge. Een andere hond die ik wel heb meegemaakt is, ja, doe ik het al, doen jullie het? Tricks. Tricks. Je hebt niks. Kijk, zo hoor ik nou. Bedankt. Bedankt, Jacqueline. Bedankt. Kippendief. Kippendief. Wil je horen daar? Komt u maar. Komt u maar. Als het fout is, dan zeg maar even een kritje bij je. Lekker samen spelen. Elke dag. Elke dag. Maar wie is het met die dan? Gewoon, kijk eens aan. He? Smaak ik reet in. Als laatste voor deze superlolly, David Lolly genaamd. De hele kaart. En het volgende nummer is, en moeten we even stil zijn. Anders dan vliegen, varken of zwemmen. Waar gaat het om mee? Dat is mijn kaart. Vissen. Van de hele kaart. Voor deze lolly, voor de hele kaart. Cryptogram. Wolverlijk. Cryptogram. Een stom spelletje. Vakantie. Woningruil. Vakantie. Woningruil. Ach, je denkt dat je dit niet wil, hè? Klaverjas. Klaverjas. Ik zeg niet het woord ruzie of woordenwisseling. Nee, ik zeg klaverjas. Nakaart zou ik ook kunnen zeggen. Kanasta. Kanasta. Kippen. Kippen. Ik moet nog. En
onze melkboer, onze wekker en onze man. Ik heb het nog niet gezegd. Misschien was het al over Piet, weet jij wel? Wat moet je doen, Judith? Tante Wim. Ome Dirk, tante Wim gaat niet door. Ome Dirk. Nee, we gaan even kijken. Ik hoop dat hij niet goed is. Wellicht de volgende. Adios. Onze volgende keer weer ingeleverd willen worden bij Ellen, die daarvoor even langs komt.
Ja. Jawel, wel. Nu brandt hij, nu brandt hij. Een leuk liedje. Jurk en het lampje brandt. Oké, Jens. Hou maar. Ondermaatse misdienaar. De meeste indruk maakte toen de hostie en wijn. Vooral de laatste vond hij fijn. Wat precies de aanleiding was voor de kerkgang, dat weet hij niet meer. Begon het niet met zeker Ellen Otterlo die ene keer. Op den duur ging hij vaak en ontmoette uiteindelijk Sjaak. Die vond ook dat de beker met wijn het absolute hoogtepunt van de dienst moest zijn. In hun witte en zwarte pakkie was zelfs een volle beker voor hen een makkie.
Het bloed van Jezus bestond, wat een boffie, uit wijn en gelukkig niet uit sterke koffie. Toen kwam het moment dat Victor werd voorgesteld aan Parma Lommers en aan 8 kinderen wel geteld. Het was vanzelfsprekend even wennen, maar hij paste zich aan en liet zich niet kennen. Met kaarten leerde Victor al was de hele familie in zijn sas. Voor hem met zo weinig spelervaring was dit echt een openbaring. Canasta, zevenen, klaverjas, het kwam op elk uur wel te pas. En als er door Ma niet kon worden nagekaard, was het spel voor haar niet veel meer waard. Ten slotte op vrijdagnacht gauw een eitje bakken en daarna met het gehoekje in de stad een pilsje pakken. Of een patatje bij hijshoogheid in de rust, waarmee de vechtpartij moest worden gesust. De gezelligheid van een groot gezin, dat ging er bij Victor wel in. Grootgebracht in situaties met beperkingen, zocht hij naar sociale versterkingen. Met Hardy naar Amerika in een 747. Wees hard, deze vakantie vergeet hij nooit meer van zijn leven. Doorzakken in de mix, Sjaak, voor drank en lijden. En s'avonds terug naar de legerplaats rijden. Feesten in de corner en schaken met Tom. Tot het ochtendgloren begon. Met Sjaak en Kees naar Spanje in een eend. Er was echt van jou, Sjaak, niet eens geleend. De weg er naartoe zou Victor wel weten. Maar al gauw bleek dat ze een snelle reis konden vergeten. Ze hadden over de hele reis wel te verstaan, maar liefst 30 hele uren gedaan. Pillen en zalfjes tegen zonneschijn moesten Sjaak behoeden voor verbrandingsvermaak. Maar op een uitgestrekte strand bleek hij, zelfs zonder zon, te zijn verbrand. Na de patat en heerlijke salades volgden dan s'avonds de amoureuze escapades. In Spanje wilde Victor het helemaal gaan maken, maar daarvoor moest hij wel het lesgeven staken. Als reisgids werken op een bus bleek hem niet zo'n moeilijke klus. Ook de excursies organiseren vond hij iets dat best was te leren. Echter, tijdens een markt op een dag was het dat hij niets gezag. Zij wilde toen niet verder in Spanje klooien, maar fik studie in Nederland voltooien. Eenmaal in het vlakke landje aangekomen, voelde ook Wietse gelijk in een Lommersgezin opgenomen. Gelukkig was ook zij in voor spelletjes, of vonden ze het toch wel eens een keer belletjes. De warmte Parma die jullie mij hebben gegeven, zal mij bijblijven mijn hele leven. Want voor één ding krijg ik zeker nooit spijt, en dat is die geweldige Lommerstijd. Zingen, 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 z
Thank you.
zullen ze zeggen. En ik ga ervan uit dat alleen mensen die mijn vader en moeder een beetje goed kennen, kans maken om in deze quiz, wat is het, hoog te scoren. De rest maakt geen schrijverkans, hoewel het je steeds toevallig iets goed kan gaan. Het is een spelletje dat lijkt een beetje op, doet hij het wel of doet hij het niet? Je hebt allemaal een papiertje gekregen. Op dat papiertje staan 10 cijfers onder elkaar. Voor 10 verschillende vragen. En voor elke vraag zijn 3 antwoorden mogelijk. En jullie moeten het goede antwoord aankiezen of kiezen. Er werd gelijk gevraagd door mijn geliefde nichten of de prijzen waren. Nou, de prijs is dat als je ze allemaal goed hebt, dat je dan ontzettend veel eer en waardering en bewonderende blikken krijgt van de anderen. Van God. Kun je stiekem meer mee doen bij dit spelletje? Ja? Kun je stiekem meer mee doen bij dit spelletje? Ja, zeker. Zal dat worden gedaan, dat hangt van jezelf af. Maar alle kwaliteiten daartoe zijn in de familie aanwezig. Het gaat als volgt. Hey, aan de bar, ik luister jullie ook even. Hallo. Doe jullie ook even mee, kan dat? Doe. Heel even. Even accu. Hoe gaat het als nou? Ik ben een paar dagen geleden, bij Pama thuis geweest op het moment dat er niemand anders was. Want het moest stil zijn. En zelfs de pakietenkooi moest tot deernis vermalen, moest een doek overheen, want het beest maakte lawaai. Heb ik een interview afgenomen. Een interview van 10 vragen over alledaagse dingen. En de antwoorden die ze geven op die vragen, die staan al op het bandje. Elke keer stel ik de vraag via een bandje, dan stop ik het en dan zeg ik, wat hebben ze nu geantwoord? Is het A dit? Is het B dat? Is het C iets anders? Dus het is niet zo dat je pa maanden om kan praten om nu jouw gekozen antwoord te geven. Want het staat er zwart op wit, in magnetische golven hier. En jullie weten allemaal, pa heeft zeker niks van dit interview verraden, want die man die kan als het moet zwijgen als het graf. Hij heeft nu weer verzekerd dat niemand van de kinderen iets van het interview af weet, maar hij deed al zo zenuwachtig over dat ik het niet helemaal vertrouw. Iedereen klaar? Aan de bar? Ja? Ja. Candy, wie zit er dan meer met de rug hierheen? Ja. Ga maar. Kunnen we? Ja. Ga. Wat zullen ze zeggen? Interview met pa en ma Lommers vlak voor een 50-jarige huwelijksfeest. Te verstaan? De eerste vraag is voor ma. Ma, wat is je lievelingskleur? Wat is je lievelingskleur? Is dat A, blauw? B, wit? C, bruin? A, blauw? B, wit? Of C, bruin? Zet een kruisje in de A, B of C hokje. Bij vraag 1. Waar denk je om, hè? Blauw. Ach, mijn lievelingskleuren. Ik vind alles even mooi. Ja, dat heb je niet verstaan. Ja, wat zou ik zeggen? Ja, wat voor gezicht? Lievelingskleur is. Moet ik even overdenken. Even overdenken. Kom mee, Jan. Nou, donkerbruin vind ik wel heel erg. Donkerbruin, dus het is C. Wie zit goed? Wie zit goed? Zet er nog maar een krul bij. Zo. Eentje goed maar. Dan komen we tweede vraag. Ik heb een gezond gezet. De volgende vraag is voor pa. Pa, je gaat heel graag naar de televisie. Wat vind je nu eigenlijk de gezelligste radio- en tv-omroep? Wat vindt pa de gezelligste radio- en tv-omroep? Denk je niks aan wat andere roepen? Is dat A, de KRO? B, de NCRV? Of C, Veronique? A, KRO, B, NCRV? C, Veronique? Veronique?
beschaafder en in alle opzichten de beste serving. Met je ontiegelijk uitgebreide lepeltjesverzameling. Uit welk land heb je nu nog geen lepeltje? En zou je nou het liefst nog een lepeltje willen hebben? IJsland. Stil. Bij elke vraag heb ik geteld in ongemiddeld 3 mensen die iets roepen. Maar als je het kwijt bent, dan had je daar behoefte aan vraag. A. Is het een lepeltje uit Zuid-Afrika? Nee. Zwart aan de ene kant, wit aan de andere kant. Oh, sorry. Is het B, een lepeltje uit China? Rood natuurlijk. Of is het C, een lepeltje uit India? A, wat heeft Ma gezegd? Zuid-Afrika? Of B, China? Of C, India? Nou, de kruisjes. Dat is heel moeilijk te zeggen, maar ik heb ze al gesproken in alle delen van de wereld. Ik heb Hongarije, niet China vind ik ook heel erg fijn om te hebben. En ja, India, daar zal ik zelf wel nooit komen. Maar waar ben je nu het liefste? China, denk ik. Zo moeilijk kan zijn als hij ergens komt eten. Waar ben ik een groente? Lust je nu eigenlijk beslist niet? Welke groente lust pa beslist niet? Is dat A, rode kool, B, spruitjes of C, sla? A, rode kool, ja, op 3. B, spruitjes, C, sla. Wat heeft hij gezegd? Lust die groente. Wat hij niet lust? Nou, wat lust hij wel? Daar kun je geen 3 antwoorden voor bedenken, Sjaak. De groente lust de aarde beslist niet zo, dat is niet zo moeilijk. Sla, want dat is kruidenboer. Want jij gaat rood verplassen. En rode kool, want dan krijg ik daar wel moeite op. Ja, zie je wel, ik ben hier. Mooi. Dan gaan we verder met vraag 5. Maar, al zijn jullie 50 jaar getrouwd, waaraan ergert pa zich nou bij jou nog steeds te pletter? Oh, je hebt het nog niet eens. Waaraan ergert pa zich bij ma te pletter? Ondanks 50 jaar samenleven. Is dat A, als ma zegt, ik ga sigaretten kopen? Of is dat B, als je s'avonds onder een spelletje al even weggaat en je pyjama aantrekt en dan terugkomt? Ja, ik weet het zeker. Ja, ik vind ze alle 3 erg, dan kom je voor niks aan die antwoord. En C, als ma pa in een gesprek met een ander in de reden valt. Ja. Ja. Oh, yes. Wat hebben ze gezegd? Hey. Is A, ik ga sigaretten kopen, B, hey. Hey. Ik ga die andere aantrekken, of C, ja, een probeer pa. Ja, is het door. Pa, hoe gaat dat? Het. Ja, ga je over. Nou, dat doet er eigenlijk nergens om, want ik ben een vreselijk goed mens geworden. Er zijn een paar dingetjes, ach ja, wat zal ik noemen? Alle
ook s'avonds in mijn pyjama rond te laten nog een spelletje. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja, wat ook meer. Als ik zeg, ik ga sigaretten halen. Ja. Of als je een gesprek met iemand hebt en je komt er even tussendoor om het goed te zeggen. Dan wordt hij woest. Dat was alles. Wat vindt u dan het ergste? Nadat ik hem interrompeer. Leuks van Ma. Maar wat kan Ma nu het lekkerste klaarmaken, vind ik? Ze maakt heerlijke soep. Vergeet je de kinderbuitjes niet. Omdat jij dat wil, maar eigenlijk had ik wat anders willen zeggen. Gebakken schoen. Dat vind je het lekkerst? Dat vind ik het lekkerst. Oké. Ons gezin helemaal
keertjes op vakantie geweest. Meestal was dat vakantiewoningruil. Daarmee zijn we door heel Nederland gegaan. Aan welke vakantiewoningruil heb je nu de leukste herinneringen? Vakantiewoningruil. Alleen voor de insiders van het gezin, denk ik. Wat was dat? Heel verstandig. Was dat A, vakantiewoningruil in Zeist? Nou ja. Die het leukste herinneringen bleef hangen? Of B, Amersfoort? Of C, Valkenswaard? Ja! A, Zeist? B, Amersfoort? C, Valkenswaard? Stilte. Komt ie! Uiteindelijk zal het niet zo moeilijk zijn, maar we hebben het ontzettend leuk gehad op bijna alle adressen. Hilversum was misschien even de minste. Dansen, maar Wil met een heel klein kindje op, dat was Bieke. Helmond, Schijndel. We zijn in Zeist geweest, we waren langs zo groot naar boven klom. Om naar binnen te kunnen komen. In de Amersfoort, maar ver weg het leukste. Met de hele groep was Valkenswaard. Valkenswaard is C. Met Anneke en die op een gegeven moment vroeg aan Tom bij de benzinelader toen hij in het Franse vak kreeg van de pompbediende. Tom, wat wil ze nou weer? Ja, ja. Ja, dit boekje. Heb je het verstaan? Is het verstaan? Nee, niet uitleggen. Je hele leven in de Blurde Hout gewoond. Nou, op enkele onderbrekingen. Dan. Blurde Hout, echt een kakbuurt. Hoe kan je dat zeggen? Leuke en lastige mensen. Als je nou zo terugdenkt, wat vond je nou de vreemdste bewoner van het Blurde Hout? De vreemdste bewoner van het Blurde Hout? We hadden een ruime keus. Dat is het kiezen uit. Meneer Voorzanger, de overbuurman, het hoede en bontwinkel. Of was dat meneer Verra met de eieren in de gang? En Gert-Jan? Jullie horen dit dan? Of was dat meneer Harts? Koekoe, zeg eens even welke dat voor het spelen. Nou, we zullen het op die schone vloer houden. Jij weet, één van de drie. Meneer Voorzanger is A. Meneer Verra is B. En meneer Harts is C. Meneer Harts is C. Meneer Voorzanger is C. Wat denk jij? En dan gaan we de taxi naar. Komt ie! Ja, vreemde mensen waren natuurlijk altijd leuke, aardige vreemde mensen. Maar moeilijk namelijk, ze leven misschien nog in de benode hout. En als ze hier achter komen, dan kan ik gewoon lachen. Ach, meneer Harts, die altijd zo deftig deed. Dat kan van spelen. Zoiets. Daarna had je nog... Je overbuurman. Ja, die met die prachtige bont en hoedenzaak. Schone bloem, zei hij altijd tegen mij. Zijn naam is me helaas ontschoten. Ja, ja. Voorzanger. Voorzanger, ja. Hij was nog geen voorzanger eigen zorg. En dan was er natuurlijk nog de toestand met de eieren. Die zekere meneer Verhaal. Hoor je meneer Verra? Ja. Is meneer Verra? Ja.
naar voren gehad. Heel veel jaren zijn we pogiaan geweest van de Paschalis. Allerlei paters en priesters daar meegemaakt. Wat vond je nou eigenlijk de meest indrukwekkende? Wat vindt pa de meest jaren gegooid pa dus? De meest indrukwekkende pater of priester van de Paschalis? Is dat A. Pater Teuny? Pater Teuny? Wie moet het antwoord geven? Pa. A. Pater Teuny. B. Pater van der Vlist. En C. Pastor van der Vat. Wie gezegd? A. Teuny. B. Van der Vlist. C. Van der Vat. Ja, maar dat was ook een moord. Sorry, ik heb het niet. Heb je het? Van der Vat, ik kan alleen maar... Komt-ie, hè? Moet er een heleboel feiten. Er waren een heleboel feitenpriesters. Pater Teuny bijvoorbeeld, die we later nog eens een keer in de Heere verzocht hebben. De huidige pastoor die dat bij dat Thea doet, ten woordzaak is een moordkeel. Maar wie het interwezen wat anders was, was ver weg Pater van der Vries. Hey, luister eens. Wie komt er bij dit vraaggesprek op 10 goeie? Nee, behalve Marijn. Nee, nee. Op 9 goeie. Jij ook? 8 goeie. Nee. 7 goeie. Ja, 6 goeie. Ja. Zoals het nu op de band geworden klinkt. Maar ik vond het een hartstikke leuk gesprek. En ik ben benieuwd wat voor resultaten alle aanwezigen gehaald zullen hebben bij onze quiz. Wat zullen ze zeggen? Beste oma, als wij nu, en dat hoort zo volgens traditie, bijna aan het einde van dit feest, willen we bedanken voor de grote ambitie. De inzet die is geweest, zijn onze woorden onvoldoende, te klein. Maar toch zeggen wij met veel emotie, wat is het fijn, voor jullie ouders te zijn. Want ze horen erbij. Oh. We hebben het goed gehad in ons leven. De niet verwachte mijlpalen is toch bereikt. Wat rest ons nu nog om naar te streven? Dat een simpele samen zijn dat ons dagelijks verrijkt. Dit is niet dramatisch, geen onze gevoelens slechts weer. Sentimenten die opdagen, steeds weer, telkens keer. Moeten we nu nog iets voor onze kleinkinderen verzinnen? 15 stuks, 7 plusje, 8 midden. We mogen ze graag, of ze groot zijn of klein. Maar dat zal bij alle grootouders wel zijn. Nu richt ik het woord tot jullie, jongeren. Nu richt ik tot jullie jongeren het woord, iets dat ons inziens er vandaag ook bij hoort. Dat we het nu doen klinkt misschien wel wat gek, zoiets mag het er, maar jullie zijn de toekomst. Hoe je het ook ziet, zoiets bagatelliseren, dat helpt niet. Je bent medeverantwoordelijk voor de dag van morgen en geloof mij nu maar,
dat baart heel veel zorg. In deze 20e eeuw schiepen de geleerden de aarde het naam en ontnamen ons veel van wat mooi was en van waarde. Aan het milieu werd heel weinig aandacht besteed. De gevolgen daarvan worden zichtbaar en dat geen kleed. De vogels, de vissen, werd het leven ontnomen omdat men te veel olie op de wateren liet stromen. De gronden zijn vervuild met veel chemische troep. Toch kent men slechts één schaduw. Poep moet langs de stoep. Er zit veel te veel dioxine in de melk. Dus melk is niet langer goed meer voor elk. Waarom ga ik door? Wat wil ik hierbij zeggen? Nou, dat is niet zo moeilijk om uit te leggen. Vecht, werk, wacht en bid als je gelooft. Dan zegt zoveeltje al die dagen uit het hoofd. Genoeg hierover, want vandaag is het fijn om ze heerlijk en gezellig hier samen te zijn. Heel bijzonder zeggen wij, zijn verdienen nog volkomen. Lieve en Camien, we hadden nooit overdrogen. Dus jullie taak als Singaboni, meester en meesteres, van zou leiden tot zo'n dadelijk succes. Al blijkt van dank, we gaan niet verder met roepen, schenken wij jullie allereerst deze bloem. En we spreken verder af dat je ons moedig laat weten wanneer het je schikt om met gebieden te gaan nemen. Jullie alle liefde en onze dank, ze lopen parallel. Dat kan gewoon niet anders, maar dat begrijp je wel. Klinkt dat sentimenteel? Nou, dat is bij een bied. God zij met ons, allen paard en moedig. Wel te rusten en een goed thuis.